Ik heb gisteren zelf met de vakbonden gesproken. Alle vakbonden zaten aan. En ik heb uitgelegd waarom wij op dit moment niet meer kunnen doen dan 17%. Maar het is die 17% moeten we ook een beetje nuanceren. Want het is 17% na incorporatie van de koopkrachtversterking van 1000 en die koerscompensatie van 800 op het basisloon. Dus over deze 1800 krijgt men ook 17%. Maar als je het bedrag gaat loslaten op het basisloon, dan komen we op een hoger percentage aan, dichtbij wat de bonden gevraagd hebben. Toen ik wegging, had ik niet de indruk dat bonden boos waren. Ik had juist de indruk dat ze dat begrepen. Maar als men boos is, wil ik toch nog een beroep doen op ze, om de gelegenheid te geven aan de regering, met name het ministerie van Financiën, want dat heb ik uitgelegd, om stapsgewijs te corrigeren naar waar we moeten zijn. En dit pad kan ik niet alleen bewandelen, dit pad moeten we samen bewandelen. En gelukkig hebben de bonden erkend dat ook zij een rol hierin te vervullen hebben. Dus ik hoop dat die boosheid tijdelijk is geweest, een momentopname is geweest, zodat er is geweest. Maar ik heb de indruk dat men niet helemaal ontevreden is met wat wij afgesproken hebben en aangeboden hebben.